Ik weet niet wie dit is. Wat is mijn patroon? Ja, geen bank overvallen. Oké, goedendag meneer, we zijn van het NRS Journaal. En we willen wat vragen stellen over de grote bank van daarnet. Welke gang zien jullie als ik vraag mag? Of familie? Waar het ook op uitkomt. Ja. Ik zal het even uitleggen meneer. Zoals je net zag, was er een hele heftige ruzie. Er zijn twee mensen geliquideerd hier. De reden daarvan is, ze allebei van CCF. En voorheen zat ik in de groepering CCF. Ik ben er heel respectloos uitgegooid, zonder enige gedacht. Hebben ze me niet hier verteld, ze hebben ze me nergens aangegeven dat ik werd eruit gegooid. Moest ik zelf achterkomen door te praten hier in Marseille. Nou, vervolgens heb ik bij mijn familie kwam erachter. Ze wisten allemaal wat er zou gaan gebeuren. Of ze zouden met de politie praten, of ze zouden mij zoeken om mijn spuitjes te geven, of erger nog te liquideren. Nou, mijn familie is gelijk tevoorschijn gekomen. We hebben allemaal wapens gepakt. We zijn natuurlijk ook naar ons huis gekomen. Onze missie was eigenlijk om mensen van CCF, dat is zo heet de groepering, om hen te zoeken en te ontvoeren. En wat informatie te achterhalen om de leidinggevende, of beter nog de boss, te vinden. En hem te liquideren, zodat heel de gang uit elkaar gaat vallen en weer niet maar meer gevonden te worden. Bereiken. Precies. Dus wat we toen deden, wij hadden de leidinggevende hier. En nog een kapo. Nou, die hebben we ondervraagd. Hij heeft niet meegewerkt. Ik heb zijn wapen moeten afpakken. Die heb ik nu ook momenteel hier in mijn hand, zoals je ziet. Ik heb twee wapens. En heb hem ook doodgeschoten daarna. Aangezien hij het veel over mij heeft gezien en weet. En dat zou ik kunnen doorgeven aan zijn bos. Dus ja, hij is toen geliquideerd. Toen renden we in de achterzaag dat deze persoon weg probeerde te vluchten. Hebben we ook in zijn rug geschoten. Nou, als je je afvraagt wat wij hier nu als volgt gaan doen, we gaan gewoon de groepering zoeken. En ze moeten weten dat ze met de verkeerde hebben gekocht, zeg maar. En wat we nu nodig hebben is gewoon de echte boss van dat groepje, dan is hij ook gelijk klaar. Dus of hij komt zichzelf melden of we moeten achter de hele groep aan. Yes, en wat zijn jullie namen als ik vraag mag? Mijn naam is MK. Voor mij is dat ook wel. Yes, en dan is het weer het einde. Dank voor het kijken allemaal. En we zien u bij de volgende video. Ciao! Goedendag meneer, we zijn van het NOS Journaal. En wij willen u graag vandaag interviewen. Bent u het daarmee eens? Ja. Zal ik wel mogen vragen waarom deze interview is? Wij willen graag weten hoe het is gebeurd allemaal bij de bank. En wij willen dat graag filmen. Hoe bent u hier gekomen? Ik ben naar ons schot gegaan en ik ben daarna moest ik meest instappen in de auto. En zo ben ik hier gekomen. Deed u ook mee aan de bank? Dus met hostages? Negatief, ik heb daar niet mee aan meegedaan. Je wilde de gang de bank overnemen? Nee, mijn gang wou niet de bank overnemen. Het was toeval dat wij er waren. Oké, en wou u zelf de bank overnemen of dat ook niet? Nee, niet. Ik zei net hoezo, dat het toeval was dat wij er waren. Hoezo was u zelf bij de bank? Ik moest iemand oppikken. Deed hij mee aan de bank? Negatief.